Tussen grillen en frituren is een nieuwe vorm van bakken uitgevonden. Grillen met hete lucht. In de Telcel-sfeer heeft al een aantal apparaten de revue gepasseerd. Maar het werd serieus toen Tefal 2 jaar geleden op de proppen kwam met de Actifry. Een Tefal-pan onder een deksel waaronder hete lucht blaast. De frieten, die vooraf met een lepeltje olie begoten worden, draaien rond in de pan tot ze gaar zijn en een bruin of goudgeel korstje hebben. Tefal heeft nu een vernieuwd model in 2 maten op de markt en er is inmiddels sprake van Actifry Technology. En er is een concurrent opgestaan in het blaasfrituurwezen, Philips. De Philips Airfryer werkt ook met hete lucht, maar heeft geen bewegende delen. De lucht wordt ook hier langs een gloeispiraal geblazen en via een soort windtunnel in de bodem aan het draaien gebracht. Daartussen hangt dan een klassiek frituurmandje. Natuurlijk schermen beide merken met gebruiksgemak en met een minimum aan gebruikt vet. Er zijn zelfs wetenschappelijke studies aan te pas gekomen. Maar hoe goed en hoe snel zijn ze in het bakken van echte frieten van verse aardappelen? Dit grote model van Tefal kan 1,5 kilo aan, maar de Philips Airfryer lust maximaal 800 gram. Dus geven ze allebei een portie van 800 gram te verwerken. Zoals in de gebruiksaanwijzingen staat, worden de aardappelen geschild, gesneden, gespoeld en afgedroogd. Dan kunnen we het lepeltje olie toevoegen. Philips wil dat de frieten met de hand door de olie gehaald worden. Bij Tefal mag het er zo in. We zetten de airfryer op 200 graden en 18 minuten. Dat zou volgens de gebruiksaanwijzing genoeg moeten zijn. Voor Tefal stellen we de dubbele tijd in. Karre maar! Na 18 minuten denkt Philips al klaar te zijn. Maar dat blijkt nog lang niet het geval. De frieten zijn nog wit en slap. We zetten de airfryer nog eens 10 minuten extra aan het werk en schudden het mandje even op. Tefal produceert na 40 minuten een portie aangenaam krokante goudgele frieten. Philips heeft in 28 minuten eigenlijk nog wat extra tijd nodig, want de friet begint nu pas een beetje op kleur te komen. Uiteindelijk zal de airfryer ongeveer evenveel tijd nodig hebben als de Actifry, wat wel kan kloppen, want beide apparaten hebben een verbruik van rond 1400 watt. De adviesprijs voor de Actifry is €239,95, voor de airfryer €199. Je kunt lang of kort argumenteren over de verschillen met de klassieke friteuse. Feit blijft dat je minder olie verbruikt en ook nooit met het fenomeen van oude olie te maken hebt. Hoe de Philips Airfry scoort met kroketten en bitterballen gaan we een andere keer eens uitzoeken.